In tijden van crisis kan een eigen tuin dat je groenten en fruit verbouwen al gauw flink wat voordeel opleveren. Peter Boonstra had mij help van de gemeente een stukje groen op het Volkstuintjescomplex van Twiesel. Dat is een hoop voorbereiding. Maar dan heeft ze soms ook wel plezier aan. Als dat allemaal opkomt en je ziet het allemaal, dan denk je, ja, krijg je toch wel eer aan je werk, hoor. Ach, Karspelen had alle minima in de gemeente onskreun. Maar Seismesken, die het financieel krap ha, reageerde uiteindelijk positief. Joke de Vries is niet van haar. Nou, als je als naar een krap sla, ik bedoel, ik ga je voor jou een slaaplansje stingen. Die haar kost voor 1 euro. En als ik in de winkel sla keep je, dan betaal ik 1 euro voor 1 krap. De kool, ja, want die wil ik daar hier de kool wel bij hebben. Ja. Ik dan had ik een beetje verkeerd hier, ik met de prei erin, die past hier boven de groen in plaats van in de groen. Dus, ja, dat weer. Maar ja, hij had het nog een beetje trouw. Ik had correct met hem praten en hij had het nog in de gaten. Het project met de deelnemers ook nieuwe sociale contacten opleveren. Maar die had Joke eens wel genoeg, vindt ze. Al is het wel gezellig bij de volkstuntjes. Maar uiteindelijk gaat het vanzelfs maar om één ding. Als daar is een oosterkerst en de kerst het eten en dan doet het in de vriezer of één meisje of wat voor manier ik. De kerst er eigenlijk heel lang profijt van haar. Voor mensen die in de bijstand zitten, zoals ik ook, dan, en elke week toch zitten te kijken hoe moeten we rondkomen, kunnen we ook geld besparen. En elke keer een heel gepuzzel. En allemaal spanningen en stress. En dat neemt dit allemaal weg. En als het zelf bouwt en biologisch doet, het smaakt volle lekkerder. En het is volle gezoener. En het is ik een volle goedkoper. Je kan wat zien en wat tof van mensen dan bij. Ik denk dat het ook meer een onbekend terrein is van niet weten hoe men iets moet doen. Maar daarvoor ben je hier met z'n allen hier en je kunt advies vragen. En voor je het weet dan ben je klaargestoomd om het zelf te doen.